En, wat ga je maken? Ja, ik ga nu een gezonde drankje maken. Ik noem dat de Gortjes Corris. Ik ben je morgen... hulpkok. Wat kan ik doen voor jou? Jij gaat voor mij die ananas snijden. Ja? Ik wil in stukjes, een hele ananas. Dat is echt een detox-ananas. Dus als je kan, zo middelgroot stukken doen. Want dat moet in de blender gaan. Oké. Ik zeg altijd, sapjes is altijd wat mensen lekker vinden. Maak je veel gember. Ja, kan je dat aan, dan doe je veel gember. Maar voor de beginners tussen ons, zou ik zeggen, begin rustig. Het is meer een soort natuurlijke Viagra dat je mag zien. Eigenlijk wel. Eigenlijk, het is een beetje morning glory misschien dan Gortjes Corris. Maar je voelt je in ieder geval heel sexy als je dat drinkt. Dus... Weet je dat ananas heel goed is voor de zaadproductie van een man? Dat wist ik niet. Maar, dus dat zijn heel veel pornoacteurs die eigenlijk heel veel ananas eten voor heel veel zout in. Ja, intussen ga ik de limoen persen. Twee limoen ga ik doen. En eerst is altijd goed even masseren voor dat sap in los te maken in de limoen. Dat is ook zo, hè? Een goede massage en die sap komt direct los. Ja. Oké. Frozen mango. Waarom gebruik ik frozen? Omdat dat geeft die zo'n lekkere smoothie effect. En dat is koud en zeker als het warm weer is, dan is het echt perfect. Dat is ongeveer 6 deciliter. Ik ben iemand, doe zo ongeveer, hè. Ja. Zo. Die limoensap in. En limoengras. Moet dat in kleinere stukjes, die ananas? Nee, dit is perfect. Ik heb hier kokoswater. Dat is iets heel goed voor de metabolisme. Goed tegen dehydration. En wat zeggen ze ook voor die bloedsuikerspiegel? Dus ja, dan is het goed voor mij. Is een dokter? Hè? Ja, maar ik eet heel graag iets dat zegt dat beter voor je gezondheid is. Voor ongeveer 500 milliliter of zo. Agave siroop. Dan mag het een beetje zoet. Dus maak dat tequila mee met de haven. Ja. Ja, en mojito's ook. En mojito's. Dus voor je smoothie echt lekker te maken, kun je er nog een shot tequila in doen eigenlijk. Eigenlijk wel, maar dat is misschien meer tegen 's avonds. Je zal dat misschien raar vinden, maar die combinatie met basilicum. Ja, dus een cocktail effect. En wat is er gezond aan basilicum? Ik heb geen flauw idee. Jij? Het schijnt bij basilicum dat je daar mannen gelukkig van worden. Echt waar. Mijn madame volgde cursus herborist en ik kreeg iedere dag basilicum. Dus ik zei, kijk, ik heb een mega smile. Bij deze? Ja, voilà. Ja, ananas erin. Hoeveel denk je dat je al erin kunnen? Zo, ja, begin deksel. Zo. Ja, en dan... deksel erop. Ja. Ready? Oké, okay, go for it. Maar nu bent jij mijn kleine guinea pig. Dus ik kan zeggen dat jij eerst proeft voor we dat serveren. Hè. Dat is heel fris. Heel fris, hè? Even vodka of tequila en kan ook geen kwaad. Maar we gaan blijven bij een beetje gezond, hè? Oei. Ja, klaar. Erin. Dubbel. Ja. Voilà. En we kunnen ook gewoon een blad ingooien. Gewoon opleggen. Zijn klaar.